guys, welkom terug op ons kanaal. Voor degenen die niet weten, ik ben Simone. En ja, dit is mijn nieuwe video, guys. I got my new, how you call that thing, haarbandje. Ja, ik heb hem gekocht. Ik ben lang niet naar de mall gegaan van Kirsten. En dan het is nu in, hè. Voorlopig nog weer in. De haarbandje met strikjes. Zoveel mooie gepsen met strikjes. Ik heb ook van mijn kleindochter gekocht. Wacht, gaat nemen. Kijk maar, guys. Deze strikjes. Dus van mij is in het groot Bordeaux. Ik kan het niet echt zien, want ik vind het zo jammer om het weg te halen. Ja, laat me het weghalen. Laat jullie zien. Kijk maar. Zo mooi Bordeaux, guys. Dit is volgens mij 60 SRD, ja. 60 SRD. Een mooie Bordeaux. Ik wil ook zwart hebben, maar is uitverkocht, zegt ze. En dit is voor mijn meisje, mijn kleindochter. Zo mooie strikjes. Dit is 30 SRD per hoeveel stuks hier? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 stuks voor 30 SRD, guys. Is het niet geweldig? Ai, boy. En nog, de andere is duurder. Dit is 70 SRD voor... ik weet niet hoeveel dit is, hoor. Dit zijn haartjes met verschillende kleuren. Zie je? Zien jullie? Hier, geel. Je hebt zoveel keuze, mensen, voor... Meisjes, zoveel keus. Mooi toch? Dit is 70 SRD voor 2, 4, 6, 8, 10. 10 haarbandjes. En de mijne 60 SRD. Is het niet mooi? Ik kan het ook zo doen. Oh, wacht daar, schijn. Maar is warm dan, mensen? Oh, asumu man. Ach, ik ga het straks aandoen. Oké, ik heb een unboxing. En ik heb ook een andere Anne Klein bag, guys. Look. Echt top. Dus de vorige keer had ik een roze. Anne Klein, look. En dit een blauwe Anne Klein. Dit heeft meer van die tasjes. Ja, ik zet hier mijn medicijn. Hier mijn medicijnen, mijn suikermedicijnen. Als ik op een feestje ga of in de stad en ik heb nog niet gedronken thuis, zet ik hem hierin. En fopper van dat meisje. Hier. Wacht hoor. En een klein binnen. Ja. Zoveel space. Check hoe klein mijn portemonnee is geworden. Waarom? Omdat gewoon... Je hebt geen grote portemonnee nodig in deze tijd. Waarom? Omdat nu... Wanneer je 1000 SRD hebt... Vroeger was je portemonnee zo vol. En nu 1000 SRD is 2 x 500. En dan... En daarom koop ik nu kleine tasjes. Aan een klein. Zoveel space, mensen. Dus ja, genoeg voor mijn telefoon. Voor mijn... Frankie zegt altijd dat ik dit altijd in alle tasjes moet hebben. Want hij zegt, waarvoor brengen jullie dames allemaal alleen? Waar hebben jullie zoveel tassen? Maar jullie hebben niet eens een moeite weer. Natte wipes. Dus wanneer je handen vuil is, vindt hij alle tassen moeten wipes hebben. Is het niet tof, mensen? Deze heb ik gehaald bij Brands Freaks online. Ze hebben ook daar zelfs in de shop. Hebben ze. Maar dit was online. Dus ze had het gezet op de status. En ik mocht het bestellen. Via haar. Yes. Mooi toch? Die roze ernaast. Dus een nieuwe brand. Van Aldo naar Anne Klein. Kijk, die roze is groter. Maar die blauwe geeft mee. Ik kan wel meer in dit. Maar... Dit geeft mee. Dus al prop ik hem, het gaat toch dicht. Maar deze kwaliteit is een beetje hard. Is niet zo zacht als dit. Kijk hier, dit is zachter. Anyway, guys, yes, my new and a clean bag.
Bags make me happy. En dat weten jullie ook. Anyway, ik heb van Ririn's Catering en Online Shop cadeautje gehad van mijn verjaardag. Ik moest het eigenlijk sinds voor mijn verjaardag ophalen. Maar omdat ik nog geen betalingen doe, dan wil ik niet zonder geld bij haar gaan. En ik mocht het nog in ontvangst nemen. En dit is een summer set. Een summer hoed. Ja, met een bijbehorende tasje. Kijk, maar is echt precies. Wacht, laat ik mijn portemonnee weghalen. Kijk, mijn portemonnee. Gaat precies erin. Oh my god, laat ik het zo zetten. Nee, kan niet. Ik moet het zo zetten. Anyway, kijk maar een summer bag. Ik wil iets construeren om het langer te... Om het langer te maken, maar mijn sapfa. Kijk hier, het is zo alleen kan ik het brengen, maar eigenlijk is het goed. Een summer bag. Van goed materiaal. Ja. Je kunt ook bij haar bestellen, deze setje. Ja. Oeps. En een summer hat. Die hoed is... Het ging me gelijk opvallen. Ze had het op de status gezet om te verkopen. En ik zeg van, boy, ik wil deze hebben. En ze heeft me cadeau gegeven, guys. Dus... Ah, guys, look. Is het niet beautiful? Beautiful. Ja, als ik ga zwemmen in de vakantie. In de zomer. Summer vacation. Dan ga ik hem zeker gebruiken. Want ik hou van strandhoedjes. Strandhoedjes, ja. Of ik kan hem ook zo. Dat dit moet eigenlijk achterop. Ja. Zo beschermend tegen de zon. Als je bij de beach bent. De Surinaamse beach. Ik kan niet zeggen buitenlandse beach. Want ik woon nog steeds in Suriname. Als ik in het buitenland ben. Ga ik hem zeker meenemen. Ja. Mooi toch? Met mijn bijpassende tasje, dames. Oeh. Yes, 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 yes. It's like this. Thank you, Moke van Riri's Catering en Online Shop. Als jullie het mooi vinden, kunnen jullie het ook bestellen. Ga ik op haar Facebook page. Riri's Catering en Online Shop. Dus daar kan je voor alles en nog wat bestellen bij haar, zoals hun catering, hun eten is erg yummy, guys, yummy. Even checken hoor. I don't know. Dus misschien moet ik haar die link vragen. Ja, want hier is alleen maar beschrijving dat wat je mag het niet wassen, niet in whatever. Oké, dan gaan we door mensen met unboxen. Ik heb laat ik deze even wegzetten. Ik heb bij Shein besteld mijn cluster lashes en Boysang. Dit zijn echt lange cluster lashes. Ja, want ik had andere gekocht bij iemand anders en dit heb ik bij Shein besteld. En boy, dit zijn wel hectisch lang, de laatste. Maar anyway, ik ga hem proberen. Hier heb je de bond en seal. En je hebt ook een, hoe heet het weer? Pencil om, ja, pincet om het te sorteren. Kijk, dit is erg lang. Erg, erg lang. Ja, maar ik ga hem toch proberen, want ik weet dat het me staat. Dus, ja mensen, dit kost $7, no? Denk ik, of $5. Something like that. $5.45, sorry. Ja, $5.45. En mijn schoen. Hier, guys. Ik hou ervan als ik een schoen met rits achterop. Ah, is het niet nice? Deze kostte $18 zoveel cent, guys. Dus ik ga hem even aantrekken. Dan ga ik laten zien.
ga ik jullie laten zien hoe het aan mijn voet is. Ja? Look guys. Is het niet mooi? I like it so much. Ik denk dat ik andere kleuren ga zoeken. En ja. Mooi toch? Dit is $18 zoveel. Ja, ik ben zo dik tevreden mee. Echt waar. Want ik zag al lang naar zo'n mooie schoen die ik elke weekend kan aandoen. Of naar een feestje of gewoon naar de mall dragen. Ja, ziet u. Mooi toch? Maar ja, dat is bestellen maar. Ik weet niet of ik die code nog heb hoor. Als jullie het willen, als jullie geïnteresseerd zijn, dan kunnen jullie die dingen aan Messenger sturen. En dan kan ik misschien die link voor jullie sturen. Als ik het nog heb in mijn telefoon. Mooi hè? Met mijn dikke keten. Dus look, ik heb de kluisterlesjes geprobeerd van Shein. En it's so worth it guys. This is the best. Dit is niet echt efficiënt voor mij. Ik weet niet waarom. Waarom het zo moeilijk is. Omdat het dit te veel krult naar boven. Daar heb ik wat issues. Ik moet die krul denk ik van mijn wimpers eerst kopen. En dan moet ik mijn wimpers eerst krullen voordat ik dit zet. Dus deze krul. Dus als het ware heeft het veel volume naar boven. Maar dit hoeft niet. Dit is net als mijn eigen wimpers. Wat ik bij Shein heb besteld. Dus ik ga meer van dit bestellen. En ja, ik vind hem prachtig. Zo snel, binnen 10 minuten heb ik beide ogen gezet. Guys, echt mooi toch? Natural gewoon. En ja, guys, ik ga dan verder genieten van deze clusterlijstjes. En ja, thank you very much for watching. Tot de volgende video, guys. Mwah. A double. Ini pak. Ya lagi. Thank you.